Een hele goede vrijdagmiddag allemaal. Ik ben vandaag terug in de tutorial wereld. Daar hebben we de lampjes. Die hebben jullie woensdag in de video gezien. Hebben jullie niet gezien, komt er nu een i'tje in beeld. Zodat jullie even naar die video kunnen gaan. En dan, ja, ik heb de vraag. Onder de video van de belichting heb ik de vraag gekregen. Hoe je een keuken kunt maken. Vandaar ook deze tutorial. Hoe maak je een keuken? Minecraft tutorial. Zoals je kunt zien is dit een... Ja, je hebt er een redelijk grote ruimte voor nodig. Maar het eindresultaat is best leuk, vind ik zelf. Dus we gaan er gewoon even snel doorheen. Hè? Dus hier heb je gewoon een deurtje om naar een andere ruimte eventueel te gaan. Of je maakt hier een andere ruimte aan. Dat kan allemaal natuurlijk. Dan hebben we hier het kookvuur en de oventjes. Ja, hier kan op zich ook nog wel een kookvuur. Dan hebben we hier de dampkap of het ventilatiesysteem. En dan gaat dus daar de rook in. En die gaat dan zo, zeg maar, via deze buizen naar boven. We hebben hier een tonnetje voor wat spulletjes in te doen. Hier nog een tonnetje. We hebben taartjes. We hebben een koelkast. Je kan het ook met de hendel doen, zodat die langer open blijft. Maar het coole is dat je dus wel deze kist hebt. Je krijgt hem alleen niet open. Of je moet dit gaan doen. En dan zou het even... Ik pak ook al snel voor de hendel. Maar als je deze pakt, dan gaat het, als het goed is, kan die dan wel open. Ja, kijk, dan kan die wel open. En nu kun je ook de vriezer langer laten staan. En dan doe je hem gewoon weer dicht. Als je dicht mag. Dit is het keukentje. Ik ga snel heel eventjes alles laten zien. Dus je hebt hier 5 blokken. Wacht, ik zal even de grootte doen. Dus 1, 2, 3, 4. Dus 8. En dan zit 2, 4, 6, 9. Dus 8 op 9. Dat is de ruimte die je nodig hebt. Daarom plaats je muurtjes. Als je het er zelfs wil namaken natuurlijk. Als je gewoon ideetjes hiervan wilt opdoen. Dan kan dat zeker en vast. We hebben hier een handdoek. Dat is gemaakt met een banner. Dan hebben we een hopper aan de muur gehangen. En daar hebben we dan zo'n dradenspanding aangedaan. Waardoor het lijkt dat het dus een wasbak is met de handdoek. En dan hebben we hier een banner item ingedaan. Ik zal het even pakken. Kijk, deze. Die heb ik daarin gedaan. Die vind je hier. En dan 2 keer naar onder. En je maakt niet uit welke je pakt. Ik heb gewoon de eerste gepakt. En dit is dan, dit lijkt dan op een vaatwasser. Met de handdoek ook. De ovens met het kookvuur. Het ventilatiesysteem. De tonnetjes waar je spullen in kan doen. Hier heb ik een klokje opgehangen. Dus ook gewoon met de item frame en dan de klok daarin hangen. Hier heb ik 2 taarten opgezet. Gewoon om het iets meer volume te geven. Dit is een kast, die kan je ook niet open doen, maar je kan hem of eentje dieper plaatsen, want het ziet er dan wel iets mooier uit dan dat hij, zeg maar, dan dat dit een eendelig ding wordt. En nu kan je hem wel open doen, dus dat kan als dienen als een kast. Daar gebruik ik het in ieder geval voor. Dan heb ik hier 2 item frames met een zwaard en een schep. De schep moet dan een lepel of een pollepel voorstellen. En het zwaard een mes, of course. En ja, het is een hele grote keuken. Maar het kost eigenlijk totaal niet zoveel werk. Ik heb hier gloeistenen of glowstone ingezet voor de verlichting. Dit heb ik gedaan met... Oh, nee, niet die. Ik wil die hebben. Dat heb ik... dat is ook niet de bedoeling. Dat heb ik met deze stenen gedaan. Die heb ik daar gewoon gezet. En dan krijg je... Oh, dat is ook niet de bedoeling. En dan krijg je gewoon een mooie... Ik vind het gewoon mooi dat steen en de hout zo'n beetje gemixt door elkaar. Vind ik wel sick. Dus ja, dus de keuken zal er zo even blijven staan. Ik kan het dan op pauze zetten. En dan ga ik nu even naar het dak. Voor het dak zet je dit gewoon boven de hoppers. Dus als je even hier gaat kijken, zie je dat dat boven het ventilatiesysteem is. Daar zet je dus deze blokjes op. En dan plaats je gewoon daar een torentje van 2 breed.
2 op 1, om het zo te zeggen. En dan doe je hierboven, pak je trapdoors en kampvuur. En dan krijg je, dan kan je dus dit doen. Je kan het ook met 1 doen. Wacht, ik zal ze alle 2 even demonstreren. Oké, dan zet je gewoon het kampvuur daarop en hang je aan het kampvuur allemaal trapdoors. En dan doe je die gewoon dicht. En dan zie je het kampvuur niet, maar dan kan je ook gewoon perfect. Want anders krijg je vaak, als je dat bij deze zou doen, bij de 1 of bij die 2 ook. Dan krijg je vaak, als je dat heel mooi wilt doen, of gewoon zonder zo'n trapdoor. Dan krijg je vaak zo'n hele dikke, schoorstenen. En dat ziet er gewoon een beetje raar uit, vind ik op zich. Dus daarom dat ik het altijd zo doe. Je kan of natuurlijk ook andere stenen en andere trapdoors gebruiken. Maar ik gebruik nu deze daarvoor. En ja, dit is dan eigenlijk gewoon het kleine keukentje. Ik zal nog één keer snel er doorheen gaan. Kistje voor de kast, een tonnetje. Dit is een andesiet muur. Gladde steen inderdaad. Trapdoors, metalen, die zet je daar gewoon op. Dan heb je van die steenbewerkers, of hoe dat ook heet. Hoppers hebben we hier. Nog een tonnetje, weer die andesiet muur. Dan de klok in een item frame, de vaandel, hier heb ik 2 raampjes toegevoegd. De wasbak, de vaatwasser met de handdoek, oh nu heb ik het weer. En dan nog de lepel en het mes, de oventjes, het kookvuur en de 2 taarten. En natuurlijk ook de werkende koelkast. En ja, dit was dan de keuken.